Er zijn 11 partijen in het Oldambt die meedoen aan de lokale verkiezingen op 19 maart. Dus vandaag krijgen we 2 partijen en de eerste die is aangeschoven is de VCP. Samen met een paar medewerkers is hier de heer Modderman. Van harte welkom. Ja, goedemorgen. Ja, wij vallen als Dollard Radio altijd met de deur onmiddellijk in huis. Ik zou u willen vragen, waarom moeten mensen op de VCP stemmen? Nou ja, de mensen moeten op de VCP stemmen. Hoeft niet. Het is keuze genoeg. Maar waarom wij vinden dat de mensen op de VCP moeten stemmen, om nou eens eindelijk eens een keer een einde te maken aan een gevestigde horde in de gemeente Oldambt. Je ziet ook dat er allerlei dingen in het Oldambt goed gaan, maar je ziet ook heel veel dingen die er misgaan. En daar zou eens een keer een einde aan moeten komen. En dan denk ik dat de VCP daar de geschikte partij voor is. Nou, is er bij mij, en misschien ook bij wat inwoners, wel wat verwarring. Wie wordt er nou eigenlijk lijsttrekker van jullie partij? Nou, dat ben ik. Dus daar is geen discussie over? Nee, nou ja, we hebben daar wel over gepraat natuurlijk. Maar ja, ik blijf gewoon lijsttrekker. En ik snap niet dat daar verwarring over ontstaan is. Nou, goed, dat punt is dan helder. Wat ik eens zou willen weten, veel partijen die hebben problemen om raadsleden te vinden. Schijnt ook landelijk een probleem te zijn. Is ja. dat bij jullie ook zo? Nee. Nee, wij hebben 35 kandidaten op de lijst. Er konden 50 op. We zouden die 50 vol kunnen hebben, maar ja. Ik bedoel, aan de andere kant zeg je ook, ja, 50 mensen op de lijst. Je weet niet hoe de verkiezing afloopt. Er zijn 25 zetels, dus 50. Ja, nou, daarom, dat red je daarom, niet, daarom. Nou ja, dat red je niet. Maar het geeft wel blijk van ondersteuning natuurlijk. En we hebben, ja, we zijn gestopt bij 35. 35 goede kandidaten ook. Dus ja. Nou. Maar we hebben daar geen moeite mee, hoor, om kandidaten te vinden. Echt niet. Nou. En ik snap ook niet dat, ja, aan de ene kant misschien wel. Aan de andere kant zeg ik, ja, ik snap niet dat daar andere partijen niet meer kandidaten kunnen krijgen. Dan is er toch iets mis, denk ik, met die partijen. Dat zou kunnen. U vindt dat mensen op de VCP moeten stemmen, uiteraard. Wat zijn nou de kernpunten van jullie verkiezingsprogramma? Oei, ja. De kernpunten is, nou ja, goed, de gezondheidszorg natuurlijk. Hè. De werkgelegenheid hier in de omgeving. Het sociale, cultureel leven. Ja, goed, eigenlijk alle punten die wij hebben in het verkiezingsprogramma, daar willen we voor vechten. Maar er ligt een groot stempel op sociale aspecten. Ja, ja, uiteraard. Toch, ja, zeer zeker. Ja. Ja. Kijk, de VCP onderschrijft eigenlijk nog de kernpunten, dacht ik, als het anders is moet u het zeggen, van het echte communisme. Ja, klopt. Ja. Ja. Misschien mag ik even een citaat maken uit jullie manifest. Daar staat geschreven, om het kapitalisme en alle daaraan verwante economische systemen te bestrijden, volgt de VCP de theorieën van Marx en Engels. Nou, dat is dus duidelijk dat u nog aan de standpunten van het oude communisme vasthoudt. Nee. Dat zijn geen standpunten van het oude communisme. Dat zijn standpunten die van het oude communisme vertaald zijn naar het moderne communisme. Kijk, destijds in de jaren 50, 60 was de situatie toch heel anders dan nu. Nu is het allemaal wat, ja, het is allemaal veel vrijer geworden. Het is, ja, goed, het is een beetje moeilijk uit te leggen. Maar noem het maar moderne communisme. Laten we het zomaar noemen. De theorieën. De tijd aangepast. Ja, precies. De theorieën van Marx en Lenin en Engels, die waren prima. Alleen de uitvoering, daar stokte het nogal eens aan, destijds. En dat is ook gebleken. Men heeft ook gezien dat de Sovjet-Unie uiteen is gevallen. De muur is gevallen. Nou, noem maar op. En ik heb altijd gezegd, ik vind dat terecht. Want als je het communisme goed wil uitvoeren, dan was dat niet gebeurd. Dus het communisme daar is niet goed uitgevoerd. En niet naar de maatstaven van Marx, Engels en Lenin. Als je dat wel doet, ja, dan zit je op de goede spoor. Maar je moet het wel vertalen naar het moderne. U wilt geen oude Russische staat in Nederland vestigen? Absoluut niet. Nee, nee, nee. Wij zijn een democratische partij. Wij willen ook democratisch gekozen zijn en anders hoeft dat niet.
We gaan even naar de huidige politiek. Er komt straks een nieuw college. En we weten nog niet hoe dat eruit gaat zien. Want de verkiezingen die moeten nog gehouden worden. Maar een vraag die wel bij mij opkomt. Hoeveel wethouders moet het nieuwe college eigenlijk hebben? We hebben er nu 5 eigenlijk. Maar er zijn er maar 3 van overgebleven. Moeten dat weer 5 worden? Nee. Wij vinden dat 3 wethouders genoeg is voor de gemeente Oldambt. Die kunnen er ook aan met alle nieuwe taken die erbij komen? Jawel. Ja. Jawel. Ja. Ja, die moeten er ook aan kunnen. Anders moet je niet kandidaat stellen als wethouder zijnde. Het is allemaal veel te makkelijk om 5 wethouders te hebben. Het zal een verlichting geven, maar dat kost ook wat. Het kost ontzettend veel geld om 5 wethouders te hebben, terwijl 3 dat ook kunnen. Dat blijkt nu ook. Als ze het goed doen, dat is punt 2 natuurlijk. Maar, u vindt van niet? Nee. Nee, dat mag duidelijk zijn. Nou is het waarschijnlijk toch wel dat mevrouw Van der Aken terugkomt. De andere wethouders waarschijnlijk niet. Boon is partijloos. Van Leeuwen heeft al aangekondigd, ik stop. Ja, dat betekent dus ook, je begint dus eigenlijk met een onervaren ploeg. Kunnen die nieuwe kandidaten die er eventueel komen, kunnen die al die nieuwe taken die er straks op de rol staan, straks wel aan? Ja, goed, die nieuwe taken, die gelden natuurlijk ook voor de huidige wethouders. Hè? Die weten natuurlijk ook niet hoe het allemaal precies zit. Ja, niemand weet dat, hè, wat er op ons afkomt. Er zijn allemaal wel signalen, maar hoe dat allemaal precies uit zal pakken, ja, dat weet niemand. En als daar een nieuwe wethouder komt, nieuwe kandidaat wethouder, en die pakt dat op, ja, die zal dat natuurlijk ook moeten leren en die zal ook ondersteuning moeten hebben. En die krijgt hij dan ook, dat zal moeten. Dat zal moeten. Jullie zouden als partij ook wel een wethouder willen leveren? Oh ja, absoluut. En wat zijn nou dan partijen, als je al even over de verkiezingen heen kijkt, waar jullie eventueel mee zouden kunnen samenwerken? Ja, nou ja, goed. Ik denk dan natuurlijk aan de linkse hoek. En die zijn klein, met uitzondering van de PvdA. Die vinden misschien niet links genoeg. Nee, voor zover je die nog links kan noemen. Maar ik sluit ze niet uit natuurlijk. Dat kan niet. Als jij in de coalitiebesprekingen geraakt en je kunt een wethouder leveren, ja goed, dan zou je daarover moeten praten met andere partijen. En dat gaan wij ook niet uit de weg. Dat doen wij niet. Alleen wat wij wel doen is, wij geven niet te veel toe aan ons programma. Wat wij in het programma hebben staan. We doen niet te veel water bij de wijn. Dat vooropgesteld. Dus, nou ja, dat is het probleem, denk ik, van de politiek in Nederland. Dat altijd water bij de wijn moet worden gedaan, doordat je coalities vormt. Ja. En dan kun je nooit je eigen zin doordrijven. Nee, maar dat hoeft ook niet. Daarom zeg ik ook, je moet water bij de wijn doen, maar niet te veel water. En dat willen wij niet. Wij doen niet te veel water bij de wijn. Maar dan zouden wij onze kiezers, die straks op ons stemmen, die zouden wij verloochenen. Want wij hebben een verkiezingsprogramma. En op die basis gaan wij de coalitie in. Ik kijk even naar de financiën van de gemeente. Voor 2014 lijken we dus een sluitende begroting te hebben. Dat moet nog blijken aan het eind van het jaar natuurlijk. Maar voor daarna zijn er geen sluitende begrotingen. Je zult niet aan keuzes ontkomen. Hè? Ik denk dat pijnlijke keuzes gemaakt zullen moeten worden. Iedereen denkt daar weer anders over. Wat vinden jullie nou als VCP wat er wel en niet gedaan moet worden? Wat kan er weg en wat moet er blijven of eventueel versterkt worden? Nou, wat ons betreft kan er niets weg eigenlijk. Want dat is een verslechtering voor de gemeente als je iets weg doet. Wat er moet gebeuren is, en dat heb ik al een paar keer geroepen ook, en ook al vaker geroepen. De gemeenten hier in Oost-Groningen, die zouden eens een keer de kop bij elkaar moeten steken. En die zouden moeten zeggen van, we gaan met elkaar gaven. Nou eens even om de tafel met de minister. En we gaan nou eens even praten hoe en wat we nou willen. Want het is toch zo, en dan moet ik toch even teruggrijpen naar de gasbazen. Het is nou eenmaal zo, en wij roepen dat als communisten al 30 jaar. Daar moet meer geld vanuit Den Haag naar de provincie en de gemeente komen vanuit de aardgasbazen. Ze hebben daar 250 miljard hebben ze opgestreken. Daar mag ook wel eens een keer wat voor terugkomen. En die anderhalf of die 1,2 miljard die ze nou beloofd hebben, dat is ook niks. Dat is een druppel op een gloeiende plaat, dat wordt allemaal net niks. Ja, hier en daar wordt er wat huizen opgeknapt en de dijken versterkt. Maar dan is het geld ook op. Maar goed, dat is geen antwoord op de vraag, wat moet er nou wel en wat moet er nou niet?
Of zeggen jullie als VCP, nee, alles moet gewoon. En dan moet je meer geld binnenharken. En ja, dat moet bij burgers vandaan komen, toch? Ja, helaas moet dat altijd bij de burgers vandaan komen. Ja, want wij zijn ook de overheid, hè? Ook de lokale overheid. Ja, we zijn de lokale overheid. Dus ja, dan overheid. Moeten we meer OZB betalen? Of, nee, dat hoeft allemaal niet. Dat is, waarom zou je meer OZB moeten betalen als de waarde van de huizen ook dalen? Ik bedoel, dan moet je ook met de OZB naar beneden gaan en niet omhoog gaan gooien. En ik weet wel, een gemeente moet natuurlijk geld hebben om iets te kunnen realiseren. Natuurlijk, dat klopt. Ja, ik kan op dit moment niet zeggen wat wel en wat niet moet. En op dit moment zeg ik van, er moet niks. Maar, ja. dat zijn ook allemaal dingen die je dan bespreekt in zo'n coalitieoverleg natuurlijk. Hè, wat je gaat doen. Maar ik stel me voor dat er kiezers zijn die willen graag weten. Ja, deze partij die maakt keuze voor iets. Hè, die willen dat voorzieningen in stand blijven. Die willen dit, die willen dat. Het moet wel betaald worden. Dus als de kas leeg is, dan moet de burger die moet bijlopen. En ook niemand wil eigenlijk meer gaan betalen aan lokale belastingen. Nee, dat denk ik, dat is ook logisch. Kan dat eigenlijk beide? Dat je alle voorzieningen in stand houdt en dat je burgers ontziet? Ja, nou, ik heb net al gezegd, men zou meer hun best moeten doen om meer geld naar de gemeente toe te krijgen. En dat weigert men gewoon. De VNG werkt daar niet aan mee. De gemeenten doen dat zelf niet. En je kunt roepen en roepen wat je wilt, maar ze komen die luie stoel niet uit. Ze gaan niet richting Den Haag. Af en toe dan zie je eens een keer dat iemand een overlegje heeft. En dat loopt dan ook weer uit op niks. Men zou meer samen moeten doen. Samen als gemeente, samen die richting op. Om daar meer geld naartoe vandaan te halen uit Den Haag. Ik kan één ding noemen. Maar ja, goed, men is daar druk mee bezig. Die klinker. De nieuwe cultuurhuis, die had voor ons niet gehoeven. Je hebt een prachtige tramwerkplaats, dan had je miljoenen over kunnen houden. Het is niet die 22 miljoen. Die staat er, het hoogste punt is bereikt. Kun je niet terugdraaien? Dat weet ik wel. Nee, dat weet ik wel. Maar dat is ook een verkeerde handeling geweest. Kijk, die 22 miljoen die komt ook natuurlijk niet alleen van de gemeente. Er zit een stuk subsidie op, maar er zit ook ontzettend veel geld van de gemeente in. Nou ja, goed. Wat heeft de burger van Oldambt of de inwoners van Oldambt, wat hebben die nou aan zo'n cultuurhuis waar je dan straks, als je daar ding wil bezoeken, 40, 50 euro voor een entreekaartje moet betalen? We leven in een hele slechte tijd, dat kan gewoon echt niet. U had een andere keuze gemaakt. Ja, absoluut. Wij hadden de tramwerkplaats meer op willen kalavateren en meer mee willen doen. Ja. Ik heb nog een heleboel vragen, maar we komen er helemaal niet doorheen. Want het is alweer bijna 12 uur. Dus, ja, gaat snel. Ik pik er nog even iets uit. Stel nou dat straks na de verkiezingen de huidige verhoudingen die zouden min of meer ongewijzigd blijven. Dat zal misschien niet, maar stel dat dat zo is. Wat vindt u dan een goede coalitie? Niet de coalitie die er zit waarschijnlijk. Nee. Nee, maar wat voor een coalitie dan wel? Dat is een beetje moeilijk natuurlijk. Als de situatie zo blijft als dat nou is. Ja, dan denk ik dat je ook dezelfde coalitie krijgt. Dat kan bijna niet anders. Hè? Want die blokken die zijn zo groot. Ja. Als die bij elkaar schuiven, dan is er al een coalitie. Hè? Ja, en kijk, GroenLinks die zal dan afhaken. Om die is uit elkaar gevallen natuurlijk. Of natuurlijk is dat niet, maar die is uit elkaar gevallen. En ja, goed, dan zal iemand anders aanschuiven. En dan denk ik dat toch meer in de rechterhoek gaan zoeken. Nou, zegt iedereen als burger vaak, ja, de politiek staat zo ver van ons af. Hoe kun je nou de politiek wat u betreft wat dichter bij de mensen krijgen? Hoe moet je dat doen? Door constant 4 jaar bezig te zijn, zoals wij gedaan hebben. Constant je onder de mensen mengen en hun mening vragen, je mening uitdragen en daarover discussiëren met de mensen. Niet zoals nu gebeurt, en dat gebeurt steeds, 1 keer in de 4 jaar de straat in, roosjes uitdelen, fruitmandjes bij het gemeentehuis en allemaal dat soort dingen. Nee, je moet constant bezig zijn en bezig blijven. De mensen duidelijk maken waar je voor staat en wat je doet. Dan interesseren de mensen zich ook wel weer meer voor de politiek. Niet 1 keer in de 4 jaar van alles beloven en niet nakomen. Nog een afsluitende vraag. Hoeveel zetels gaat de VCP halen deze keer? Dat zeg ik niet en dat weet ik niet. Ik zeg het niet. Ik heb dat nog nooit gedaan in mijn hele politieke carrière. Ik doe geen voorspellingen. Doe ik niet.
We zien wel. Onze burgemeester die denkt dat er 70% opkomst is. Dat is heel optimistisch. Hè? Vorige keer was het 42%. Ja. Ja, dat is wel een beetje... Ik hoop natuurlijk wel dat er 70% gaat kiezen. Maar ik denk het niet. Ik denk dat dat meer ook in de buurt van... je mag blij zijn als je 60% haalt. Meneer Moldeman, we moeten ermee stoppen. Ik wil u bedanken in ieder geval voor deze toelichting. We zijn daarmee aan het einde gekomen van het eerste uur van Informatief. Straks na reclame en nieuws, dan gaan we nog even door, een uur lang, tot 1 uur. We krijgen vanmiddag ook nog weer een nieuwe...